Hey, ik ben Elise en leuk dat je kijkt naar deze beauty favoriete video. Het leek me leuk om weer eens een beauty favoriete video op te nemen. Voorheen deed ik altijd girl with the likes en dislikes. Dan liet ik mijn beauty en fashion favorieten zien. Maar ik merkte dat ik omdat ik het iedere maand deed, dat ik niet altijd evenveel producten had om te laten zien. Dus voor nu leek het me leuk om dat af en toe eens te doen. Dan beauty, dan fashion, misschien wat home dingen of accessoires. Om dat af en toe eens voorbij te laten komen, zodat ik elke video weer een bomvolle video heb. Dus ik hoop dat je dat leuk vindt. Laat vooral weten wat je ervan vindt in de reactie. En dan ga ik beginnen. Er zit ook heel veel all-time favorites in. Dus misschien komen dingen bekend voor, misschien ook niet. Dus ik ben heel benieuwd wat je al kent en wat je nog niet kent. Dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe lang je me al volgt. Of je een nieuw lid bent van de Girl on the Whitebike of al heel lang kijkt. Ik ga beginnen met huidverzorging. Ik vind huidverzorging heel belangrijk en ik heb een hele tijd daar een beetje ook, ja, ben ik daar zoekende in geweest. Omdat ik toch last had van puistjes. Wat doe je daar nou mee? Agressieve producten, ja, werkt het niet. Dus nu ben ik al heel erg lang, ik denk al bijna 2 jaar, bezig met de werkwijze van Jetske Ulte. Dat is een huiddokter. En zij zegt geen parfum, geen, nou ja, allemaal ingrediënten. Die zegt voor mij dat gewoon. En daar heb ik dus mijn huidverzorging op gebaseerd. Ik heb dit al heel vaak ook laten zien. Ik heb ook een hele huidverzorgingsvideo. Dus die zal ik ook heel even linken hierboven. En ik laat nu gewoon even kort zien wat ik gebruik. Elke ochtend was ik mijn gezicht met een neutral face wash. En smeer ik mijn gezicht in met de Olaz Total Effect 7 in 1 parfumvrije dagcreme. Dus dit is wat ik in de ochtend doe. En in de avond reinig ik mijn huid, dus haal ik mijn make-up eraf met de Garnier Micellair reinigingswater. Vind ik heel erg fijn en hier doe ik ook echt heel lang mee. En dan smeer ik mijn huid 's avonds ook in met de Decubal gezichtscreme Vitaal. Dus dat is wat ik in de avond doe. Wat ik al zei, mocht je er meer over willen weten, dan link ik even het huidverzorgingsvideo. En daarbij staat ook een artikel met de linkjes naar reviews van de producten. Ik zal ook even een linkje plaatsen onder deze video met alle producten die ik nu laat zien. En eventueel een review. Dus dan kan je even nog wat doorlezen. Of misschien ging het je te snel, heb je het merk of de naam niet helemaal goed gehoord. Nou, kan je daar even kijken. Dan gaan we verder naar... Oh, dan heb ik nog een huidverzorging en dat is namelijk deo. Ik vind Dolf altijd een heel fijn merk. En nu ben ik heel erg fan van dit soort deo's. Het is eigenlijk een soort crème deo. Ja. Vroeger was ik altijd van de spuit en vond ik dat roller of zo een beetje viezig. Maar nu kan ik niet zonder. Ik gebruik altijd deze. Dan gebruik ik de groene. Nu gebruik ik de grijs-witte. Dan gebruik ik de rode. Het verschilt altijd een beetje. Maar ik vind deze heel erg fijn. En ik ga er ook niet van stinken. Deze koop ik trouwens altijd bij zo'n op is op voordeel winkel. Of zo'n soort winkel. Daar zijn ze altijd net wat goedkoper. Dan heb ik 2 parfums ook uitgekozen. Die ik nu eigenlijk afwissel. Ze zijn allebei van de Body Shop. En ik vind ze allebei heerlijk. Als eerste Black Must Eau de Parfum. En deze is bijna op. Wat ik echt heel jammer vind. Maar ik ga hem dan denk ik wel opnieuw kopen. Want ik vind hem zo lekker. En hij is ook best wel sterk. Niet heel sterk dat het... Nou ja, ik weet niet hoe... Gewoon fijn sterk, zeg maar. Hij blijft heel lang hangen. Dus als ik dan ergens mijn jas uit doe of zo, dan denk ik... Oh ja, de parfum, heel lekker. Dus vind ik ook echt super tof. En deze natuurlijk, kon niet missen, de British Rouge Eau de Parfum. Die is ook al tot hier op. Ik heb die sinds augustus vorig jaar zoveel gedragen. Ik droeg deze ook op mijn trouwdag. En nog steeds vind ik het heerlijk om deze te dragen. Deze is een stuk subtieler. Dus als de Body Shop ooit een parfum van deze geur uitbrengt, ga ik die zeker ook even kopen. Want ik vind het zo'n lekkere geur en heeft natuurlijk een leuke betekenis. Of een leuke, ja... herinneringen aan vasthangen. Dus deze 2 parfums gebruik ik nu het meest. Dan wil ik verder gaan naar haar. En ik zit nu een beetje in een soort tussenfase met mijn haar. Ik heb het natuurlijk kort geknipt. Heb ik jullie op Instagram en op mijn website ook al wat meer over verteld. Ik heb dus kort geknipt en ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel blij mee. Want ik merk wel dat ik er meer mee doe dan voorheen. Maar ik vind het heel erg lastig wat ik ermee kan doen. Hoe ik het kan stylen. Ik ben nu, bijvoorbeeld gisteren heb ik het gefeund en had ik er wat zeezoutspray in gedaan. Nou ja, dat zat het gisteren heel leuk en vandaag, dan weet ik het al niet meer. Moet ik het dan nu krullen? Nou, dus daar ben ik een beetje zoekende in. Maar wat ik wel nu altijd gebruik, elke dag, is mijn Tangle Teaser. Die heb ik echt al 5 jaar misschien wel. Hij is ook een beetje vies, dus ik laat hem alleen zo zien. Ik moet hem een keer schoonmaken, maar daar ben ik gewoon te lui voor. Heel erg fijne borstel. Hij gaat soepel door mijn haar. En is gewoon ook goed voor je haar. Hij beschadigt je haar heel weinig en dat vind ik fijn. Dus deze gebruik ik eigenlijk elke dag. Al de afgelopen 5 jaar, 6 jaar. Ik weet niet hoeveel jaar. Dus dit is echt een favoriet. En dan mijn föhn. Niet per se deze föhn, want dit is echt de goedkoopste föhn die ik ooit is gekocht. 10 jaar geleden of zo. Maar hij doet het nog. Dus ik gebruik deze gewoon. En ik wil ooit wel weer eens een nieuwe. Maar voor nu is deze prima. Want wat ik nu niet elke ochtend doe, maar elke keer als ik mijn haar heb gewassen, dan föhn ik het helemaal droog. Ik merk gewoon dat als ik het droog föhn, dat het dan een stuk langer schoon blijft, mijn haar. Voorheen deed ik om de dag of om de 2 dagen wassen. En dan had ik echt het idee dat het al vet was. En nu ik het föhn, hou ik het echt wel 4 dagen uit met 1 wasbeurt, zeg maar. Dus dan vind ik dat wel echt een pluspunt. Ik ben wel even bezig met dat föhnen. Ik denk een kwartiertje of zo. Maar goed, dan scheelt het me wel weer een paar keer douchen. Dat vind ik ook wel heel erg fijn. Dus ik vind het nu heel erg fijn om mijn haar te föhnen. Het is iets wat ik sinds kort doe. Ik denk sinds 3 weken of zo. Maar ik denk wel dat het heel erg fijn is voor mijn haar. Dan hoef ik het minder vaak te wassen. En ja, ik denk ook als ik een beetje vingers in mijn haar krijg. Zeg maar, hoe zeg je dat? Een manier krijg hoe ik mijn haar leuk kan stylen, dat ik dan daar ook profijt van kan hebben. Dan doe ik het maar 1 dag, heel lang ben ik daarmee bezig en dan kan het ook een tijdje blijven zitten. Dus ik denk dat het heel erg fijn is. Ik hoop het. Dan gaan we nu verder naar... Oh, ik heb nog 1 verzorgingsproduct eigenlijk. Daarna gaan we verder naar make-up. Verzorgingsproduct is de Birds and Bees Lip Balsam in Strawberry Frizz. Voorheen gebruikte ik Labello lipbalsams, maar ik merkte toch dat mijn lippen daar uiteindelijk droger van werden. Dus ik dacht, ik moet gewoon iets hebben zonder vaseline, zonder troep, lekker natuurlijk. Maar goed, hier zitten dus allemaal hele fijne ingrediënten in. Bijenwas, ja, daar wordt het eigenlijk, is het hoofdingrediënt. Ik vind het heel fijn, ruikt heel lekker en mijn lippen worden er echt heel zacht van. Dus dit gebruik ik elke ochtend en avond. En tussendoor heb ik ook geen lipbalsem nodig. Dus dat vind ik ook wel heel erg fijn. Want met die Labello dacht ik tussendoor, had ik 1 in mijn tas zitten. Had ik 1 hier bij mijn cupla zitten, bij mijn bed liggen. En dan deed ik echt heel veel op een dag lipbalsem op, omdat mijn lippen gewoon droog werden. En nu doe ik 2 keer en het is meer dan genoeg. Dus dat vind ik ook heel erg fijn. Dan nu gaan we verder met make-up. Ik heb een heleboel mooie make-up producten hier bij me gelegd die ik echt vaak gebruik. En ik heb ook producten waarvan ik denk, ja, die vind ik wel heel mooi, maar die gebruik ik niet heel vaak. Dus ik dacht, ik doe nu echt de toppers van de toppers. Dan beginnen we met de basis. En ik heb een hele mooie schone foundation en een superficie. Ik dacht, ik kan deze wel schoonmaken voor de video, maar het is wel dat het is. En ik had er ook geen zin in, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar deze heb ik nieuw gekocht omdat mijn oude op was. Dit is de Maybelline Dream Baby Fresh. Met SPF 30, dus dat vind ik ook fijn. Al weet ik nooit zo goed. Je doet echt maar een heel dun laagje. Tenminste, ik doe maar een heel klein beetje BB-cream op. Dus of dat echt beschermt, vraag ik me dan af. Maar goed. Deze. Ik had deze eerst met een blauwe dop. Maar nu kon ik alleen deze vinden. Maar volgens mij is die gewoon hetzelfde. Het is een hele mooie, lichte BB-cream die mijn huid echt een heel mooi, ja, gefotoshopt effect geeft. Dus dat vind ik echt super mooi. Hij is net een heel klein beetje te oranje voor mij, kwam ik achter. Maar dan combineer ik hem graag met deze. Dit is de Bourjois Healthy Mix en deze is echt super licht. Dus die in combinatie vind ik heel erg mooi. Heb ik nu ook heel lichtjes op mijn gezicht aangebracht. En ik vind dit een hele fijne combinatie. Het ziet er ook heel erg mooi uit. En wat ik al zeg, ik doe nooit heel veel foundation op. Maar net een klein mooi laagje. En dat vind ik echt heel mooi resultaat geven. Net even... ja, wat egale. Bijvoorbeeld hele kleine rode plekjes of zo. Die zie je dan niet meer. Dus dat vind ik heel erg mooi. En dan poeder ik het graag af met de Rimmel Stay Matte poeder. Deze is kapot. Maar ik merkte nu pas hoe fijn deze is. Deze was dus kapot. Ik moet nog een nieuwe kopen. En ik heb in de tussentijd die van de HEMA gebruikt. Maar ik merk gewoon dat die toch minder goed is. Dat ik sneller begin te glimmen. En dat het toch niet helemaal... Ja, ik weet het. Het is het net niet. En deze is dus voor mij... Echt wel. Dus deze vind ik heel erg fijn. Ga ik echt weer opnieuw kopen. Ik wil dan altijd even een aanbieding afwachten. Maar ik weet niet of ik dat dit keer ga doen. Ja, echt een super goede poeder. Als ik dan mijn gezicht gepoederd heb, ga ik aan de slag met mijn ogen. En ik doe eigenlijk nooit echt oogschaduw op. Door de week. Als ik gewoon werk heb ik bijna nooit oogschaduw op. Dus ik heb nu ook geen oogschaduw in deze video verwerkt. Ik kan wel eens een artikel of een video schrijven over mijn... favoriete palettes bijvoorbeeld. Als je dat leuk vindt, laat het even weten in de reacties. Maar ik doe altijd eyeliner op en mascara. eyeliner wissel ik altijd heel erg vaak. Heb ik er niet één favoriet van. Dus die heb ik nu ook niet in deze video. Maar mascara wel. Deze zijn nieuw. Dus die zijn ook lekker schoon en fris. Dit is namelijk de Catrice Glam & Doll. Die zijn €4 per stuk. En ik gebruik deze graag allebei. Dit is de niet waterproof. En dit is de wel waterproof. Ik doe dan altijd eerst deze en dan die. Ik vind het effect samen heel erg mooi. En ik gebruik eigenlijk altijd twee mascara's. Vind ik echt hele fijne, mooie mascara's. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Oh ja, mijn wenkbrauwen natuurlijk. Daarvoor gebruik ik altijd het Catrice Eyebrow Setje. Deze heeft twee kleuren en ik gebruik die allebei. Ik doe dan toek, 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 en dan breng ik het aan. En ik vind deze gewoon heel erg mooi. De kleur vind ik mooi passen. En ja, zonder dit poeder ziet mijn look er toch een beetje minder oké uit. Dus hier ben ik er heel erg blij mee en enthousiast over. Dan heb ik ook nog een losse poeder. Voorheen was ik echt anti-losse poeders. Ik kon er gewoon niet mee omgaan. Het zat overal en ik vond het vreselijk. En nu ben ik er echt super fan van. Ik gebruikte voorheen altijd die Pressed Essence Stay All Day met mat poeder. Maar die ging zo vaak kapot en dan moest ik heel vaak het nieuwe kopen. Dat het uiteindelijk ook best wel een duur product is. Omdat je het gewoon niet zo heel lang mee doet. Toen had ik een keer uit nood, omdat bij Essence kon ik die poeder niet vinden, had ik een losse poeder van Catrice. En eerst vond ik het vreselijk. Dan heb ik hem zelfs nog als een dislike laten zien. Maar ik dacht, ik ga hem wel gebruiken. Want hij moet gewoon op, anders vind ik dat zonde. En toen, in de loop van de tijd, dacht ik, het is eigenlijk best wel handig. En hij gaat super lang mee. Dus misschien is dit toch wel een goede oplossing. Wat ik nu doe, is ik doe het potje omdraaien terug. Tik er vaak even op met mijn kwast. En dan doe ik hem open en dan zit er poeder in. Doe ik mijn kwast erdoor. En dan doe ik het op mijn gezicht. Nog steeds verlies ik heel veel poeder. Het zit nu bijvoorbeeld ook op mijn hand. Vind ik gewoon wel irritant. Maar ja, ook weer niet zo irritant dat ik het niet meer gebruik. Want je doet hier echt heel erg lang mee. Er zit zoveel poeder in. Deze heb ik ook echt al super lang in gebruik. Maar er zit nog zoveel poeder in. Deze is niet van Catrice trouwens, maar van Ethos. Vind ik even fijn. En dan blush en highlighter. Ik ben heel kritisch voor mezelf geweest. Want mijn blush en highlighter laadje is toch wel mijn favoriete laadje van mijn make-up. Ik denk dat ik begin met deze. Dit is de MAC Dainty. En dit is een hele mooie zachte blush met een glans. Dus deze draag ik heel graag als ik even snel mijn make-up doe. Dan wil ik graag alleen een blush die ook een glans heeft. Dan heb je en die glans en die blush. Dus hoef ik geen highlighter erbij te dragen. En dan gebruik ik altijd deze. Hij had ook een bolling, maar die bolling is toch al echt wel verdwenen. Ik vind hem heel erg mooi. Hij ziet er heel zacht uit, maar op mijn wangen zie je hem wel duidelijk zitten. Dus ik vind hem echt prachtig. En ik denk ook dat heel veel huidstypes deze kleur staan. En dan een combi die ik ook heel vaak gebruik. Maar dan als ik net wat meer wil uitpakken of meer tijd heb. Dan doe ik een losse, matte blush en een mooie highlighter. En dat is nu dit combootje. Als blush gebruik ik dan Breath of Plump van MAC. En in de pen ziet hij er heel donker uit. Maar ik vind hem heel natuurlijk op mijn wangen. Ik heb hem nu ook op. En ja, echt heel erg mooi. Hij oogt gewoon heel natuurlijk. En hij past overal bij. Dus het is echt een heel fijn product. En als highlighter een van mijn eerste NARS aankopers. En het is namelijk Albatross. Deze is zo mooi. En het is ook gewoon een dingetje. Ik ben gewoon een beauty liefhebber. Dus ik vind het dan ook leuk om zo'n mooi product in mijn stash te hebben. Kostte me wel echt heel veel geld. Maar ja, ik hou er gewoon heel erg van. Ik vind hem ook heel erg mooi. Hij heeft een hele mooie glans. Ja, ik draag hem nu ook. Ik weet niet of je het ziet. Maar oh, dit is ook echt een heel mooi product. Oh, ik heb even mijn klepje nu uitgezet. En ik zie dat ik wel een beetje donker ben. Ik heb mijn klepje namelijk naar achter gedaan. Omdat ik toch merk dat ik heel vaak in het schermpje kijk in plaats van de lens. En dat vind ik gewoon heel ongezellig overkomen. Dus ik dacht, ik klap hem gewoon naar achter. Maar nu zie ik dat ik wat donker ben. Sorry daarvoor. Ja, dat is lastig. Ik zal maar even wat lichter zetten. Beter. Nou, dit was in ieder geval de video met al mijn beauty favorieten. Mocht je het leuk vinden om dit ook met fashion en andere dingen te zien, laat het dan weten in de reactie. Dan wil ik je bedanken voor het kijken en dan zie ik je zaterdag met het tweede deel van onze home tour. En dat gaat worden de slaapkamer. Dus abonneer voor als je die wil zien. En dan zie ik je dan. Doei!